Nou, ik voel in ieder geval een duidelijke verbinding tussen Rotterdam en Eindhoven. Het zijn beide werksteden voor mij. Een lange tijd in Rotterdam gewoond. Ik probeer mijn kinderen een zachte G een klein beetje af te leren. En een croissant en zo te laten zeggen. Maar blij hier weer terug te zijn. Ik werk bij het Circularity Center. Ik ben daar directeur van en in het dagelijks leven. Ik doe dat een aantal dagen per week. Ook werkzaam bij Van Ganzenwinkel in Eindhoven als directeur Business Development. Start de tijd. Dit is de PDF-presentatie, dus er staat een verkeerde presentatie op. Ik kan het hier wel mee doen hoor, maar als jullie dat willen. Maar dan moet je twee plaatjes in één keer zien. Ik kijk er. Hier moeten we het mee doen. Okay. Doen we dit. Boze plaatje, Circularity Center, opgericht door een viertal partijen met het idee om vanuit concrete projecten de circulaire economie aan te jagen. En je ziet dat daar zaken bij nodig zijn, zoals uit dat stuk van Erik, waar je uit data eigenlijk enorm veel inspiratie krijgt om dingen te gaan doen. En daar is Rotterdam een perfecte plek voor. Als we kijken vanuit afval, dan gaat het ook voor een heel groot gedeelte. Ik vind het mooi dat een van de strategieën is om perceptie. En zie je die afvalbak, denk je in afval? Of zie je daar rechts van het spaarvarken, van de hoeveelheden aan grondstoffen die gevangen zitten in dat afval. Eigenlijk de grondstoffen voor de producten van morgen. En dat is een van de redenen dat ik al 15 jaar ook bij Van Ganzenwinkel werk. En ik vind het mooi dat we daar nu weer nieuwe dingen mee kunnen gaan doen in dat Circularity Center. Wat we sinds april nog maar op hebben gestart met een hele belangrijke partner daarin. De Port of Rotterdam, Rabobank, Bicker Company en TNO ondersteunt ons ook in dat stuk. Dan twee plaatjes achter elkaar. Het is, als je daar dingen in wilt veranderen, als je van afval weer terug naar grondstoffen wil gaan, dan gaat het om perceptie. En dan gaat het om design. Als je kijkt naar dat bovenste plaatje, die Coca-Cola fles, dat is een geweldig mooi ontwikkeld en gedesigned product. Het is zelfs geïnspireerd op de natuur. En het is 100% recyclable. Het is metaal en het is glas. En soms moet je ook dingen van het verleden ook gewoon recyclen en daar eventjes bij stilstaan dat dat zo is. En we zijn nu naar zaken aan het zoeken om stofjes toe te voegen aan plastics, om vervolgens plastics te kunnen herkennen. En dan moet je even stilstaan en denken van, is dat nodig? Dit ding is 100% recycled. Het is geweldig gedesigned. En als je naar het tweede stuk kijkt, wie is er niet groot mee geworden? Een bedrijf dat geweldig bezig is met duurzaamheid overigens, maar kijk even naar de pindakaaspot zelf. Daar hoeft maar één ding aan veranderd te worden, om het ook 100% recycleerbaar te maken. Dat is de dop, de deksel. 100% recycleerbaar te maken. Er zijn ook projecten die nadenken over van hoe kunnen we die pindakaaspot van plastic maken. Maar dan heb je heel veel te maken met het aanhangende pindakaas dat er uiteindelijk in blijft zitten. Van glas, metalen dop, 100% recyclebaar. Andere manieren van denken. Of nog eens terugdenken van hoe deden we dat vroeger eigenlijk. Dat flesje is een icoon. 100% recyclebaar. En nu zijn we aan het zoeken naar misschien 75%. Je moet wel blijven denken in functionaliteit. En niet alles willen recyclen of alles in ketens willen houden. Als je naar dat bovenste plaatje kijkt, dat is gelukkig een groot scherm, dus dat valt alles mee met de plaatjes dan. Een vleesverpakking, die heeft een doel. Die is gemaakt om vlees vers te houden. Misschien moet je wat minder vlees eten, dat is ook duurzaam. Maar als die verpakking gemaakt is om vlees vers te houden, kijk er dan ook op die manier naar. En dat zal waarschijnlijk eindigen in het restafval. Van het restafval hebben we hier in Rotterdam overigens een warmtehub. Hè? We kunnen 7 keer douchen op de energie die in 1 vuilniszak zit, bijvoorbeeld. Maar ga er op die manier ook vanuit design, en wat dat betreft is dat hier een hele goede plek naar kijken, design dat stuk om verbrand te kunnen worden op een veilige manier. En ga niet zoeken als je daar een hybrid van allerlei soorten plastics hebt naar een manier om dat volledig recyclebaar of het te willen inzamelen. Accepteer het soms dat het ook in een bepaalde flow terechtkomt. Denken in stroom is ook absoluut de toekomst. En als we dan kijken in het volgende plaatje, dan zijn we opgeschoven van een milieufocus, heel erg nadrukkelijk ook overigens op de stad gericht. Want wanneer is afval eigenlijk pas een probleem geworden? 100 jaar geleden was er geen afval. Iets meer dan 100 jaar geleden. Afval is pas echt een probleem geworden met de urbanisatie, waar het een hygiëneprobleem in de stad werd. En een nog een veel groter probleem op het moment dat de consument geboren werd. En ga maar eens na thuis, trek vanavond
die grijze vuilniszak gewoon open en ga eens kijken wat erin zit. Er zitten voedselresten in, er zitten verpakkingen in. Het grootste voordeel van Plastic Heroes in Nederland is de bewustwording hoe gigantisch veel verpakkingen wij iedere dag ons huis inslepen om dingetjes mee naar binnen te halen. Enorm veel verpakkingen. Van een environmental focus, de hygiëne in de stad, waar echt ziektes door ontstonden vroeger, waardoor de verbrandingscentrales gewoon op dat moment een oplossing waren tegen ziektes, rioolwaterzuiveringen opkwamen, et cetera, gaan we nu door naar een circular focus, waarin het veel meer gaat om business development en waardecreatie in plaats van alleen maar die hygiëne aspecten. Ik pak een paar onderwerpen terug die we of binnen Van Gansewinkel in de cradle-to-cradle tijd tot aan nu of binnen het Circularity Center oppakken. Binnen het Circularity Center zijn we onder andere bezig met van afvalplastics, niet de recyclable plastic, maar van afvalplastics weer een product te maken, olie of wat anders. We zijn bezig met 3D-printing, daar is straks nog een heel mooi voorbeeld van. We zijn bezig met fosfaten terugwinnen, cellulose terugwinning. We zijn een x-aantal projecten aan het opstarten en dat is een groeiend proces. We zijn in april begonnen. Bovenste is niet direct een moneymaker. Dat is een project samen met Moza voor het recyclen van tegels. Daar kwamen we op een heel ander businessmodel uit. Het is niet uiteindelijk uitgevoerd, maar waarom zou je tegels aan de muur willen plakken? Want dat was het probleem. De lijm op de tegels, cement op de tegels, om die weer te kunnen recyclen. Dat gaf problemen in het recycleproces. Dus waarom dan op zo'n manier daaraan denken? En misschien wel tegels aan de muur klikken. Het is nog niet uitgevoerd, het is wel een concreet plan wat ook bij Moza op tafel ligt. Met Philips, het op de markt brengen van de Senseo Ecoviva. Belangrijkste leerpunt daarin dat alles gedeeld werd tot elke kostprijs. En dat het belangrijkste element was een tafel waarin de verschillende engineers met elkaar vergaderden. En echt een meeting of minds. Dus gewoon met elkaar die keten aan elkaar verbinden en er ook echt een doel voor hebben, gewoon dat product op de markt zetten. Dat proces heeft ongeveer 3 jaar geduurd. Een best wel lang proces. Het heeft wel een product opgeleverd en nu werken we in een veel snellere manier met elkaar samen. En de Waste Supermarket, er staat er eentje in Rotterdam Hoogvliet, waar wij geld geven, dat is een Rotterdamse ondernemer trouwens die we ondersteunen, waar wij geld geven voor stromen die waarde hebben. Papier, plastics, frituurolie, kleding, elektronica, et cetera. Dan krijgen mensen concreet geld voor hun so-called afval. Ik ga er een beetje van uit dat het model van de circulaire economie bekend is. Daar heb je allerlei cycli in, een heleboel RE's. Een hele belangrijke voor de komende decennia is gewoon recycling. Waar we reuse moeten stimuleren, is recycling voor de komende decennia een enorme belangrijke om grondstoffen bij ons te houden. En ik heb 2 plaatjes van recycleproces even meegenomen, omdat niet iedereen natuurlijk in die fabrieken komt. Bovenste is glasrecycling. Als u straks een biertje neemt of een glaasje wijn, meer dan 80%, misschien wel 90% van die fles is gerecycled materiaal. Dat start wel linksbovenin met handen aan de band. Echt gewoon aan de lopende band de grote vervuiling uitsorteren. Gecombineerd met high-tech spulletjes als laser, cameratechnologie en zelfs röntgen, waar alles wat geen glas is, met luchtdruk wordt weggeschoten. Een voorbeeld van wat doen we allemaal om dat mogelijk te maken. En onder een plaatje van dat we ook moeten denken in nieuwe businessmodellen. Ook als recyclers, als industrie. Dit zijn zaken die we perfect in Rotterdam kunnen laten plaatsvinden overigens. Onder zie je de koelkasten. Dat is een combinatie van chemie, om het koel te houden, en de kasten rondomheen. Dat is plastics, metaal, foam en allerlei gassen en cooling fluids. De chemie wordt eruit gehaald, gerecycled. En een koelkast van 10, 20 jaar geleden, daar zit nog heel veel metaal aan. Een koelkast van vandaag de dag is veel meer plastics. Dus je moet ook als recyclingindustrie mee evolueren in dat stuk van een businessmodel gebaseerd op de prijzen van metalen naar een businessmodel gebaseerd op kunststoffen. De rationale achter dat geheel is grondstoffenschaarste. En zeker voor Europa, want in Europa hebben we verdomd weinig grondstoffen in de grond zitten, zeg maar geen. Het gaat door onze handen via het afval, de producten die we vandaag de dag hebben. En ik ben een heel groot voorstander van producten hier maken, raw materials hier produceren, maar ook echt de maakindustrie hier naartoe terughalen. Daar liggen gewoon gigantische kansen. Want in Nederland hebben we niet alleen een kenniseconomie nodig, maar ook zeker een maakindustrie. We moeten mensen aan het werk hebben.
Dat we dat in Rotterdam doen is niet onlogisch als je kijkt naar de flows op een heel groot niveau van materiaalstromen. De bovenste heb je in een wat mooier en groter formaat gezien in de presentatie van Erik. En in de Rotterdamse haven kunnen we ook van dat lineaire model naar een raw materials roundabout komen. Wat mij betreft komt er zoveel mogelijk aan stromen ook weer Rotterdam binnen om hier getransformeerd te worden naar grondstoffen. En wat mij betreft zelfs naar producten. En je zag daar mooie voorbeelden van in het ontwikkelen van kleine industrie. En ik denk straks ook een mooi voorbeeld van het 3D printingstuk in het Rotterdamse. En dat kan je doen op verschillende levels van change. Moet ik even eentje terug? Dat doen we zo. Helpen jullie even mee om die erop te zetten, de volgende? Ja. Je kan kijken naar een land, hè. Dan maak je het groot. Je kan zelfs kijken naar de wereld, maar misschien maak je daar wel te groot. Kijk naar een regio. Net heb je in zien zoomen ook op die areas. En waar ik heel veel in zie, je kan het natuurlijk op bedrijfsniveau doen of op een bedrijvenpark, de Europoort, de Botlek. Daar is heel veel mogelijk. Hier in de hal zie je een stukje over Spaanse polder. Je kan het ook iets dichter naar jezelf toe trekken. Begin maar eens bij je eigen huis, wat je er allemaal insleept aan spullen en wat er allemaal uitgaat aan energie, aan afval, aan afvalwater. En ook in wijken, waar ik heel veel in zie, is een combinatie van het stuk wat jij presenteerde met het gebruik maken van het riool. Het Nederlandse rioolstelsel is op dit moment niet gemaakt om die afvalstromen via die garburator, of laten we zeggen de shredder in de sink, om dat stuk af te voeren. Maar op het moment dat je een nieuwe woonwijk aanlegt, denk daar dan over na. Of op het moment dat je het riool moet gaan vervangen, denk daarover na. Rotterdam heeft nog best wel een uitdaging op het gebied van een restafval. Als je dat doet voor een wijk, haal je 30-40% van de restafvalfractie, ga je omzetten naar grondstoffen. Een geweldig stuk waar je gewoon iets mee moet. Daar zit wat in, daar gaan we wat mee doen. In Nederland hebben we dan een ander soort rioolstelsel nodig, maar dat moet toch een keer vervangen worden. En het gaat over systeemdenken. Nou, het rioolsysteem, dat is ook een stukje systeemdenken, daar moeten we wat mee. Denk dus in huis op wijkniveau. En om dat te versnellen, en ik sta op nul inmiddels, hebben wij dat Circularity Center opgericht, waarin we rondom concrete projecten dat stuk willen aanpakken. En dit zijn niet de enige partners, dat is een groeiend stuk, maar sinds april opgestart. En als je concrete projecten hebt, dan ben ik op de markt zometeen.